الصلاة لها شروط، قبل أن ندخل في الصلاة لابد أن نأتي بشروط الصلاة. فور فارد فون تخبت het gebed kent voorwaarden. Voordat wij over het gebed gaan praten, dienen wij de voorwaarden van het gebed te kennen. شروط الصلاة تسعة. Deze bestaan uit 9 in aantal. الشرط الأول الإسلام. De eerste is dat een persoon een moslim dient te zijn. لو صلى الكافر. Als een niet-moslim bidt. من يسب الرب. Of iemand die Allah uitscheldt. يطوف حول القبور. Of de rondloop om de graven verricht. يصرف أي عبادة لغير الله هذا لا تقبل صلاة حتى يتوب. Of hij verricht wat voor aanbidding dan ook voor een ander dan Allah. Voor hem geldt het gebed niet totdat hij oprecht berouw heeft getoond. Het tweede is het verstand. Dus als iemand die zijn verstand kwijt is het gebed verricht, dan wordt hij niet geaccepteerd totdat hij zijn verstand terug heeft. En zo ook iemand die in staat van bedwelming het gebed verricht. We verbieden de bedwelming. En hij dient het gebed pas te verrichten als de bedwelming weg is. Maar we bevelen hem wel om het gebed te verrichten met het feit dat we hem erop wijzen dat hij niet de bedwelming zich schuldig maakt aan de bedwelming en deze nuttigt. الشرط الثالث التمييز التفريق بين الأشياء. فإذا كان الصغير يفرق بين الأشياء يعرف إنه هذا ماء وهذا نار تقول لا يجلس يجلس هذا معنى أن صلاة الصغير صحيحة. Wat belangrijk is, is dat een persoon kan onderscheiden. We hebben het over iemand die de puberteit bijvoorbeeld nog niet heeft bereikt. Hij dient te kunnen onderscheiden. Hij dient bijvoorbeeld vuur van iets anders te kunnen onderscheiden. Als hij dit onderscheidingsvermogen heeft, dan voldoet hij aan deze voorwaarden. Nou, wallahu a'lam.